Van 80 miljoen jaar oude pinguïnfossielen tot een van de best bewaarde mammoetmummies ter wereld. Bekijk hier 9 ongelofelijke dingen die ze onder het ijs vonden. Kijk zeker tot het einde van de video en ontdek onze nummer 1 die je gewoon zal doen griezelen. Yeah! 9. 80 miljoen jaar oude fossielen van pinguïns. Laten we beginnen met een belangrijke ontdekking in Nieuw-Zeeland, waar de fossielen zijn gevonden van een pinguïn van 80 miljoen jaar geleden die verscholen lagen in het ijs. De prehistorische pinguïn had de grootte van een volwassen man van 160 centimeter, maar in het water groeide de pinguïn tot 170 centimeter. Ter vergelijking, de grootste levende pinguïnsoort is de keizerspinguïn op Antarctica, die ongeveer 120 centimeter groot is. Volgens Gerald Meyer van het Senckenberg Research Institute and Natural History Museum in Frankfurt, Duitsland, is de nieuwe ontdekking groter dan alle andere oude pinguïns die wetenschappers tot nu toe hebben gevonden. 8. Wrak van vliegtuigen uit 1968. Op 4 augustus 2022 ontdekte een berggids met de naam Dominique Neller iets onverwachts in de Zwitserse Alpen. Terwijl hij bezig was met een trektocht op de Aletschgletscher, vond Dominique de resten van een vliegtuig dat op 30 juni 1968 was neergestort. Het smeltende ijs in het gebied bracht een paar vliegtuigonderdelen aan het licht, waaronder passagiersstoelen en een blikje huidcrème, geloof het of niet. Nu is dat een leuke ontdekking en zo, maar wat de plaatselijke bergbeklimmers het meeste zorgen baart, is de werkelijke reden achter deze ontdekking. En dat is, ja, je raadt het al, de klimaatverandering. De waarheid is dat gletsjers blijven verdwijnen en als ze dat in dit tempo blijven doen, zal er tegen het jaar 2090 nog maar 10% van de gletsjers over zijn. Iets om over na te denken. 7. Tumat puppy. In 2011 stuiten wetenschappers in Tumat, Rusland, op het perfect bewaarde lichaam van een 14.000 jaar oude puppy. Maar dat is niet het enige wat ze vonden. Bij het bekijken van de maag van het dier vonden ze ook een harig stukje weefsel waarvan ze dachten dat het van een holenleeuw was, vanwege de fijne gele vacht. Maar toen de DNA-tests door deskundigen van het Natuurhistorisch Museum in Stockholm terugkwamen, bleek het een bijna perfecte match voor een wolharige neushoorn. Vervolgens bleek uit radiokoolstofdatering dat de neushoornhuid ongeveer 14.400 jaar oud was. En als we rekening houden met het feit dat de wolharige neushoorns 14.000 jaar geleden zijn uitgestorven, dan kan dat maar één ding betekenen. De Tumatpup heeft daadwerkelijk een van de laatste overgebleven wolharige neushoorns opgegeten en dat is fascinerend. Helaas voor de pup werd het stuk wolharige neushoorn niet verteerd, wat betekent dat de pup kort na het eten ervan stierf. Misschien heeft de mama van deze wolharige neushoorn haar wraak gekregen. 6. Liuba. Maak kennis met Liuba, een van de best bewaarde mammoetmummies wereldwijd. Liuba is een vrouwelijke wolharige mammoetkalf dat ongeveer 41.800 jaar geleden stierf en volgens sommige schattingen slechts 35 dagen oud was toen ze stierf. Dit vrouwelijke wolharige mammoetkalf werd in 2007 in het ijs gevonden door een Nenets rendierfokker en jager met de naam Yuri Kudi op het Russische Arctische schiereiland Jamal. Yuri weigerde het mammoetkalf aan te raken omdat dit in de Nenets cultuur een slecht voorteken is. Na overleg met een vriend besloot Yuri de plaatselijke museumdirecteur op de hoogte te brengen van de vondst, die vervolgens de autoriteit op de hoogte bracht en die vlogen de twee vrienden terug naar de plaats van de vondst aan de Yuribay-rivier. Maar toen bleek dat de resten van Liuba verdwenen waren. Maar het duurde niet lang voordat ze ontdekten dat Liuba's karkas te zien was bij een plaatselijke winkel in een nabijgelegen nederzetting Novi Port. Het bleek dat de neef van Yuri de winkeleigenaar de resten van Liuba had gegeven in ruil voor 2 sneeuwscooters. Wat nog erger is, is dat het lichaam van de mammoet lichte schade had opgelopen toen honden op haar oor en een deel van de staart kauwden. Gelukkig bleef het lichaam grotendeels intact. De autoriteiten haalden het lichaam met succes op en nu wordt het tentoongesteld in het Shimanovsky Museum in Salakhand, Rusland. 5. Paard. Een andere fascinerende ontdekking is die van een 94 centimeter lang babypaardje van 40.000 jaar oud. Het veulen, dat behoorde tot het nu uitgestorven Lena paardenras, ook wel Lenskaya genoemd, werd in augustus 2018 uit zijn ijzige graf in de Batakai-depressie, ook bekend als de Mond van de Hel, 660 kilometer ten noordoosten van de stad Yakutsk, Rusland, opgegraven. Het was slechts 2 maanden oud toen het stierf.
Het veulen was in perfecte staat toen het door wetenschappers werd gevonden met zijn donkerbruine haar, staart, manen en inwendige organen nog volledig bewaard. Er waren geen zichtbare wonden op zijn lichaam, wat de wetenschappers deed geloven dat het stierf door in een natuurlijke val terecht te komen, mogelijk door verdrinking in een smeltende ijsplas. Dit was de eerste ontdekking ter wereld van een prehistorisch paard van zo'n jonge leeftijd en in zo'n uitstekende staat van bewaring. 4. 70 pijlen. Er zijn in totaal 70 pijlen gevonden die onder het ijs lagen op de Langfonnen ijsvlakte in Noorwegen. Het fascinerende is dat de pijlen uit verschillende perioden komen, waarbij de oudste dateert uit 4100 voor Christus en de meest recente pijlen uit de jaren 1300. De meeste waren echter van rond de 7e eeuw. Deze pijlpunten waren gemaakt van verschillende materialen zoals leisteen, bot, kwarts en zelfs geslepen mosselschelpen, geloof het of niet. Hoe fascinerend is dat? Wat niet zo fascinerend is, is de reden waarom deze pijlen in de eerste plaats werden gevonden. Ja, de klimaatverandering zorgde ervoor dat deze ijsvlakte smolt. Naast deze 70 pijlpunten vonden wetenschappers ook schoenen van meer dan 3000 jaar geleden, textiel en rendierbotten op een berghelling in Jotunheimen, ongeveer 386 kilometer van de Noorse hoofdstad Oslo. Bij nader onderzoek ontdekten de onderzoekers dat het ijs in de loop van de millennia meerdere malen gesmolten en weer bevroren was, waardoor de pijlen van hun oorspronkelijke plaats verschoven. Interessant is ook dat de pijlen uit het Neolithicum gebroken en zwaar verweerd waren, wat impliceert dat ze op verschillende momenten aan de elementen waren blootgesteld. De pijlen uit de 14e eeuw daarentegen waren zo goed als nieuw. 3. Een huis. En nu iets compleet anders. Dit ga je niet geloven en, voordat je het vraagt, nee, het is niet gefotoshopt. Maar er is een huis in Webster, New York bij Lake Ontario dat helemaal bedekt is met 15 centimeter dik ijs. Wat gewoon ongelooflijk is, vooral gezien het feit dat de laag ijs zich in slechts 6 dagen vormde. Deze beelden zijn gemaakt door John Cuco, een anchor bij WROC-TV in Rochester. Niemand gelooft dat het echt is en sommigen suggereerden zelfs dat de man er schuim op had gespoten. Maar John houdt vol dat het echt is. Wat denk jij? Laat het ons weten in de comments. 2. Holenbeer. In september 2020 vonden enkele rendierhoeders iets verbazingwekkends onder het ijs op het Bolshoi-Lyakhovsky-eiland, het grootste van de Lyakhovsky-eilanden in Siberië-Rusland. Het was een karkas van een holenbeer van 39.500 jaar oud, met nog intacte tanden en neus. Dat is pas verbazingwekkend. Wat deze ontdekking nog fascinerender maakt, is het feit dat wetenschappers alleen botten hadden ontdekt van holenberen die 15.000 jaar geleden uitstierven. Geen wonder dat deze bijzondere ontdekking grensverleggend werd genoemd door wetenschappers van de Noordoostelijke Federale Universiteit in Jakutsk. Volgens een van de onderzoekers, Lena Grigorieva, was dit de eerste vondst ooit van een complete holenbeer, inclusief zachte weefsels. Ook de interne organen van de beer waren nog aanwezig. 1. Point Voronzov standbeelden. En tenslotte komen we bij de belangrijkste vondst voor vandaag, de meest verbazingwekkende ontdekking van allemaal. Oké, technisch gezien is het geen ontdekking, maar stel je voor dat je op het strand loopt en je ziet ineens deze beelden. Eerst zou je waarschijnlijk flippen. Het zijn tenslotte mensenachtige beelden, dus uit je dak gaan zou een vrij natuurlijke reactie zijn. Hoe dan ook, deze beelden, 68 stuks, waren te zien op het strand van Point Voronzov, Anchorage, Alaska, en ze waren bedoeld om het bewustzijn over geestelijke gezondheid te verspreiden. Ze waren ook bedoeld om moordslachtoffers en mensen die zichzelf van het leven beroofden te eren. Dat is een mooie boodschap, maar helaas werden de meeste beelden beschadigd door hoogwater. Je zult blij zijn te weten dat er 43 zijn gerestaureerd en nu te zien zijn voor de Alaska Pacific University in Anchorage. Wat zou jij doen als je plotseling deze beelden op het strand zag staan? Zou het je verbazen of afschrikken? Laat het ons weten in de comments. Als je de video leuk vond, geef dan zeker een like en vergeet ook niet je te abonneren op ons kanaal en zet de notificaties aan, zodat je geen enkele toekomstige video hoeft te missen. Tot de volgende keer!